Dit is de speelminutenlijst. Die rust van Rocky 4. 1-1, hè? Dan zit je niet op te letten. Hockey speelt Frenkie de Jong dan van links. Frenkie de Jong, dat kan helemaal niet. Berghuis gaat schieten. Goal! Die gaat erin van Wijnaldum. Burak Yılmaz. Oh. Wat doet dit met Oranje? Ja, wie zou het anders moeten doen? Ja, ben jij alweer in de eerste shot? We gaan weer! Nou, de stemming zit er goed in. In het spoor van Oranje, twee... Oh, we zijn helemaal weg. Daar zijn we weer. Tunneltje. 2.0. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan naar Zeist. Verrassend. Dus het is niet echt 2.0 dit. Het is gewoon, Same old story. De persconferentie van de bondscoach die de selectie bekend maakt. Het houdt niet echt over, hè, hier het weer. Kijk. Frenkie. Bons. Ja. Dit is de Costa Brava. Ja, dit is wel beter. Dus er gaat één keeper af. Nou, dat zal pas weer zijn, denk ik. Want die speelt nooit. Dan hoeft er eigenlijk nog maar één speler af te vallen. Ja, dan denk je snel aan Tony van de Beek. Nooit. Maar het kan ook zomaar zijn dat er nog iemand bij komt. Denk aan Dumfries. Bergwijn. Nou, Bergwijn zou, die maakt natuurlijk heel veel, maar dit zou kunnen. Zijn we weer, de KNVB campus. Daar gaat straks Louis van Gaal zitten. Dus twee eruit, twee erin, hè? Steven Bergwijn, logisch, keer terug. Dumfries, club gewisseld, logisch, keer terug. Twee afvallers van de week, pas weer. Lijkt me ook logisch. Goeiedag allemaal. En welkom. Als deze 25 zich topfit melden, ben jij er dan al uit? Wordt het dan inderdaad wat de spelers graag wilden, 4-3-3? Dan denk ik dat we eruit zijn. 4-3-3. Dat ga je zien. Vier hoofdmomenten. Ik beoordeel spelers in de vier hoofdmomenten. Balbezit. Balbezit. Bij omschakeling naar balverlies. Balbezit, balverlies. 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 Omschakeling naar balbezit. Balverlies, balbezit. Dat zijn vier hoofdmomenten. Ik wist wel dat momenten waren waar de aandacht op lag, maar de term de vier hoofdmomenten die was niet. En eigenlijk waren het vijf momenten, hè? Want de vier die je noemde en... Wat opgelet? Ook nog in de spelervattingen. 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 Oh, maar er zijn dus eigenlijk vijf momenten. Beoordelingsmoment. Ja. Hoofdmoment of beoordelingsmoment? Ja, nee, we gaan het nu één naam geven. Hij beoordeelt op hoofdmomenten. Oké. Dus vier hoofdmomenten, vijf beoordelingsmomenten. Oh jeetje. Een lijstje. Een lijstje? Dat was een lijstje. Dit is de speelminutenlijst. En dat is voor iedere linie. Hoeveel zou Frenkie er hebben? Frenkie-meter is... De Frenkie-meter is... Was leuk, maar die is niet. Het spijt ons, maar die is... Ja, heb je wat nieuws? Nee. Succes ermee. Ja, dankjewel. Zit je in de nieuwe supermachine? Ik wel. Ga hem dan laten hangen. Oh ja, oh sorry. Perfect. Mooi hè? Zo, dan hoef jij het statief niet meer te dragen, Jeroen. Dat doe ik namelijk nooit, want ik ben namelijk verdette. Hey, de week is begonnen. Ja, de week is begonnen. Twee interviews vandaag. Ja, met wie? Rabadabadabadabadabadam. Denzel Dumfries. Ja. En Frenkie de Jong. Ja. Maar Frenkie stond eigenlijk op onze reservelijst. Ja. Ja, dat klinkt ook een beetje onerbiedig. Maar omdat Memphis nog een beetje last heeft na de wedstrijd van gisteren. Okay. En niet op het trainingsveld gaat verschijnen zometeen. Oké, dan is de eerste volgende vraag natuurlijk. Is dat gevaarlijk voor woensdag? Nou ja, nee, het is niet gevaarlijk voor woensdag. Oké, okay. Daar zijn we weer. Campus van het Nederlands elftal. Long time no see. Futuristische schoen. Ja. Ja, Interisti. Gefeliciteerd. Ja, hartelijk bedankt. Hoe was de kennismaking met de nieuwe bondscoach? Was je nieuwsgierig? Jawel, ik ben nog steeds wat nieuwsgierig. Beetje flauw als ik nu naar je woorden Italiaans vraag, hè, geloof ik. Ja, super flauw. Did you already or learn some words in Italian? Un pochito. In Spanish. Un poco. What is un poco? Un poco. Yes, un poco. Waarnaar dan? Gewoon de trainer van Gaal. Ik heb hem natuurlijk nog nooit meegemaakt. Ja, hij heeft sowieso wel charisma gewoon van zichzelf en autoriteit. Maar ik denk niet dat dat een slecht iets is als trainer. Ik denk dat het alleen maar goed is. Ben je er nog erg om uitgelachen? Ik denk niet uitgelachen. Maar natuurlijk worden er wel grapjes gemaakt. Maar goed, dat is toch alleen maar leuk. Ik heb een fout gemaakt en dat hoort erbij. Dus, een leuke fout. Een leuke fout, toch? Ja, vond ik ook. Grazie. Gracias. Grazie. Hey now.
zijn weer dus met een kieks. Wat zei je nou net? Zou Van Gaal nieuwe kicks hebben gekocht? Nou, je moet toch iets hebben gekocht. Nou ja, misschien paste die van 7 jaar geleden nog. Nee, ik weet niet hoe lang jij met je schoenen doet. Daar glom ze te veel voor. Ja, die van mij worden nooit meer gebruikt. We hebben een drukke dag. Hebben we een drukke dag? Oh ja, we hebben wel een drukke dag, ja. Eerst een bakje koffie, maar dan begint zo de dag met trainen. Mogen we een kwartiertje meekijken. En dan is Persco van de bondscoach. Dan vliegt het Nederlands elftal al in de middag naar Noorwegen. Dan gaan wij monteren, een stukje maken voor de avond. En dan vliegen wij in de avond naar Noorwegen. Dan zijn we 12 in het hotel. En dan gaan we nog een podcast opnemen. Zeker een drukke dag. Memphis is back. Mm-hmm. En lachend. Dus de vraag van gisteren kan beantwoord worden. Wat is de vraag van gisteren? Is dat gevaarlijk voor woensdag? Ja. Nee, maar dat wisten we toen toch eigenlijk al wel. Ik bedoel, hij heeft gewoon weer zijn uitgespeeld zondag. Maar het is goed om het even te zien. Zeker. Er wordt de stopwatch wordt gecheckt. Het fluitje om de nek. Als je er klaar voor. Ja, Martin de Roon. Ja. Die de speld had geretweet. Hup, even erin. Leuk toch? Ja. Moeten we er iets mee doen, Martin? Rubriekje. Rubriekje? Martens media momentje. Voel hem allemaal. Knipoog naar jezelf. Knipoog naar jezelf, want het sloeg op de uitspraak van Van Gaal tijdens de persconferentie van vorige vrijdag. Dat ik ook mensen nodig heb in de kleedkamer die de taal van de trainer spreken. Daar is de bondscoach en Van Dijk klaar voor een interview hier met jullie. Goedemiddag. Ik mag als eerste. Virgil, die staat hier, dat is hoogstwaarschijnlijk omdat hij de aanvoerder is, toch? Hij is en blijft de aanvoerder, ja. Ik heb Virgil als eerste opgebeld. En hoe was dat? Een fantastische indruk. Nou, omdat ik hem erg slim vind. Lang niet gesproken, goed je te zien. Goed je ook om jou te zien natuurlijk. Ja. Dan ging er nog wel het verhaal dat er tussen jullie nog wat oud zeer was, hè? Dat is iets wat de media heeft verzonnen. Dat gebeurt wel eens vaker, dus. Maar goed, als je het met z'n tweeën uitspreekt, dan is er niks aan. Maar jij wordt zelden boos, maar jij voelde dit keer de behoefte om op een journalist te reageren. Ja, omdat het gewoon letterlijk verzonnen is. En je moet gewoon normaal en simpel blijven en de waarheid naar buiten brengen in plaats van leugens en sensatie proberen te creëren. Dat bedoel ik met slimmer. Hey Roen, hoe is het met de scootertjes in Noorwegen? Volgens mij wel een sneeuwscooter hier. Het zou geweldig zijn als we winnen en als we 3 keer winnen in deze landperiode, dan is het WK heel dichtbij. Staat het erop in Noor bij ons toe te kijken? Ik denk dat het tijd is dat we stoppen. Jawel, ja, dat is hier. Ik vind het echt nodig, het is pas 12:15 s'nachts. Goed je weer te zien, Raf. Ja, lekker man. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Spontaan, ja. Hè, die jongen? Hey. Spontaan, hè? Zit al een half uur bij mijn auto. Zit al de hele dag te knuffelen en nu krijg je een vuistje. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Je hebt altijd zin, hè, als je zo een vuistje ziet, hè. Lekker man. Zal ik er? Prima jasje. Ja, ik ben lekker. Welkom op de kinderheid. Kom jij even, Raf? Doe ik jou gelijk ook even. It's for English clubs. English clubs. And it's not every player from Spurs. Then you would need like... Only the legends. Only the legends. Oranje is in the house. Dat kan ook betekenen dat de opstelling al binnen is. Nee, nog niet. Als je heel goed kijkt, dan zie je hier een man in een wit pak tussen de zwarte trainingspakken in. Dat is de bondscoach, Louis van Gaal. Voor zijn eerste interland is het 3e termijn bij Oranje. Je had gelijk over de opstelling. Klaas of het? Ja. Nou. Geef het toch wel vaker gelijk? Ja. Alleen nooit voor de camera misschien. Nee, oké. Okay. Ja, we staan dus te wachten op de bondscoach. Die zou om 8:10 hier staan. Het is nu 8:15. En hij zat net in de dugout, had een echte baas. En nu is hij er binnen, denk ik. Moet ik even gaan kijken, Jeroen? Moet ik even kijken? We gaan weer gaan kijken. Ja, nou ja, weet ik niet. Daar is hij, de bondscoach. Ronald van der Vaart. Zou u bij de microfoon willen gaan staan, anders kunnen we u niet horen. Ik hoor niet. Nee, maar er is een boxje. Dan kunt u mij daar, als het goed is, kunt u ons zo horen.
Wat een leuk gesprek. Het is nooit saai. Nee, het is nooit saai met Louis van Gaal. Waarom was hij eigenlijk te laat? Het duurde dat lang. Vind ik niet iets voor Louis van Gaal. Het duurde lang. Toen moest hij plassen. Ik was aan het wachten voor jou. En dat duurde lang. Dus toen ging ik maar weer naar het toilet. If you gotta go. You gotta go. Frenkie de Jong dus met de punt naar achteren. Ja. Wat verwacht je van het middenveld? Dat zijn er drie, maar hoe staat dat en wat moeten zij doen? Het staat zo dat iedereen in zijn kracht speelt. Dus dan moet jij weten hoe het staat. Nou ja, normaal gesproken speelt Frenkie de Jong dan van links. Staat hij in de punt naar achteren? Dat kan ook. Staat in de punt naar achteren? Ja. Okay. Ik vind dat zijn beste positie. Okay. En dan Klaassen en Wijnaldum naar voren toe. Ja. Klein kwartiertje nog. Ben benieuwd. Het is de eerste etappe dit van de Van Gaal Express op weg naar Qatar. Het is dansen op de vulkaan wat Nederland doet. Heel offensief. Haaland. En daar is hij, de goal van de Nooren. Daar is het 1-0. En dit is ook een doelpunt van Klaassen. Nieuwe titel voor hem, Mr. 1-1. Davy Klaassen. Ja, quote Rafa van der Vaart net. Je hebt er eigenlijk alleen maar wat aan is gescoord. Je ziet hem niet, komt niet aan de bal, helemaal niks. En hij krijgt hem gewoon voor zijn voeten. Rust, 1-1. 1-1, hè? Daar zit je niet op te letten. Och. Geen activiteit rondom Haaland. Het is rustig daar rond de vulkaan. Ik kan zo weer beginnen te borrelen. Wat is die groot? Ik denk dat hij 2,35 meter is. Hier is Haaland weer gevonden, paal! Die rust van Hockey 4, weet je wel. Memphis moet nu in één keer goed vallen. Klaassen, dit is de kans! Dat had er moeten zijn! En het was dan een goal geweest, eventueel van Dumfries. De Van Gaal Express is op gang op weg naar Qatar, maar het is nog een lange route. 1-1. Denk aan wat jij maandag zei. Ja, hij heeft veel gezegd, maar help me even. Niet verliezen. Ja. Nou, dat sloop op een gegeven moment ook wel in die ja, en terecht. Maar. Weet je waar ik bij die bal op de paal aan moest denken? Daar ben jij denk ik te jong voor, Giel. Ja, zeg maar. Batistuta in 98 tegen de WK tegen Nederland. Batistuta! Oh! Oh! Maar ja. Van Dijk. Plus. Jullie gaan niet meer alles of niet spelen. Is dan het gevaar voor een nederlaag te groot? Nee, maar als je ziet dat we nog steeds mogelijkheden creëren, dan is dat ook niet nodig, denk ik. We hadden net dat geluk niet, denk ik. Nu moeten we het die andere twee wedstrijden gaan doen. Het overheersende gevoel. Na deze 1-1 in Oslo. Een beetje teleurstellend. Zullen die Noor ook doorzetten in Hilversum? Pesco? Oh, sorry jongens. Oh, nee, ik zat toch niet. Dan gaat hij weer weg. Oh, nou. Hij doet altijd zijn eigen ding hoor, Maaike. Hij doet altijd maar zijn eigen ding die je doet. Hij luistert nooit. Haaland, die wil je toch even inzien. Had leuk geweest. Ja. Maar ik ben vooral blij dat hij die bal tegen de paal heeft geschoten. Oh ja, kak. Shot van de dag. Je bent al aan het inpakken. Je bent aan het uitspelen. Ja. Kan ik voorkiezen nu? Oh jeetje. Met de vlugge vingers. Ja, komt ie? Ja, komt ie. Dit is hem. Dat zegt alles. Even dat kleine... Ontevreden. Ik moest van jou een meter verzinnen. Een nieuwe meter. 1. De Louis van Gaal meter. Je zou nu het gezicht van Rafael moeten zien. Ja, we kunnen misschien wel verklappen dat je dat al een keertje eerder bij me hebt laten vallen. Ik vind het niet zo'n goed idee. Het is namelijk niet zo'n spectaculaire meter. Nee. Want vandaag is de 100ste goal gevallen onder Louis van Gaal, weet ik. Als bondscoach, ja. Ja, maar ja. Hij gaat de nummer 1 nooit, kijk maar, hij gaat de nummer 1 nooit inhalen. Nou ja, die heeft een miljard goals. Daar of daar, mag ja. Ik weer niet zo doen? Als je er 2 hebt, kunnen we misschien die andere doen. Nou, dat is wel weer een Frenkie-meter. Oh, oké. Okay. Frenkie, die heeft ongeveer deze wedstrijd 57 keer... Ja. Zeg wat ik deed? Ja, ik weet wat je... Nou ja, ik zie wat je doet, maar hij doet het niet vloeiender. Aantal keer dat hij dat in een wedstrijd doet. Ja, moet je zelf bijgenomen. Ja, dan gaan we tellen. Moet je werken, Giel. Doen. Oké.